Het is vandaag de eerste rustdag in de Tour de France. Daar zullen best wat renners aan toe zijn. Maar hoe zit dat met voormalig Veenendaler Dylan van Baarle? Ik vroeg het hem een paar uur voor deze uitzending. Ja, eigenlijk vrij goed. Met de dag gaat het een stukje beter. En gisteren ben ik eigenlijk ook vrij goed de Pyreneeën doorgekomen. Ik heb er wel zin in de aankomende 2 weken. Ja, hoe kijk jij terug op de eerste week? Want het was natuurlijk bij Vlagen ook pittig. Ja, het was zeker pittig. Gelijk met het weekend in Nice natuurlijk, dat natuurlijk niet vlak is. Dat was vrij lastig. Ik moest echt even inkomen. En het is nu een rustdag. Hoe erg was jij daaraan toe dan? Fysiek misschien nog niet helemaal toe aan een rustdag. Maar het is wel lekker om mentaal eventjes van het wedstrijdgevoel af te gaan. Maar fysiek had ik het wel lekker gevonden om door te gaan. Ja, want dan blijf je misschien ook in je ritme. Ja, je blijft een beetje in je ritme. En het is toch, je hebt dan een rustdag. Dus je doet vrij weinig. Dus je lichaam moet echt weer een beetje op gang komen dan zo'n eerste etappe. Ja, dit jaar is zo'n rustdag ook anders dan anders, kan ik me voorstellen. Coronatest onder meer, kijk je daar tegenop? Tuurlijk ben je daarmee bezig. Je probeert er alles aan te doen om eigenlijk het coronavirus buiten de deur te houden. Maar ja, zoals jullie ook misschien wel hebben gezien op de bergen, houdt niet iedereen zich aan de regels. Dus ja, het is altijd even billen knijpen. Ja, irriteer je daaraan als je dan zo'n bergpas overgaat en die fans komen heel dichtbij je? Ja, die komen heel dichtbij en die staan natuurlijk te schreeuwen. Alle kleine deeltjes die uit de mond komen van de supporters, die zweven ergens door de lucht heen. En, daar moet je maar niet te veel over na willen denken. Lukt het je ook? Kan je echt helemaal bezig zijn op dat moment met de wedstrijd? Of leidt het je ook af? Zodra je in de wedstrijd zit, ben je eigenlijk helemaal niet meer bezig met de randzaken. Nee, je bent inmiddels vanuit de Pyreneeën al een stuk naar het noorden. Boven Bordeaux zitten jullie. Morgen die vlakke rit. Wat verwacht je daarvan? Ja, normaal gesproken wordt het een sprint. Maar je weet nooit waar het op uit gaat draaien. Tot slot nog even, Dylan, jouw snor. Want ik las dat je hem eraf gaat halen op het moment dat je een etappe wint. Grote vraag is dan natuurlijk, wanneer denk je dat je hem af gaat scheren? Ja, dat gaat denk ik nog wel even een tijdje duren dan, denk ik. Ik ben bang dat ik niet deze Tour een etappe ga winnen. Maar je weet natuurlijk nooit. Maar dat is een weddenschap die ik met mezelf heb gesloten dan maar, zullen we maar zeggen. Nou, wij wensen hier veel succes en hopen toch stiekem daarom ook een klein beetje dat die snor er snel afgaat. En bedankt dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Yes, geen probleem.